Ik ga hem streamen even. Oh, je neemt hem zelf. Okay. Ja, dat is meestal. Dus ik ga zo starten met ze. Mm-hmm. En dan kijk ik zo wel aan. Hoppie bon. Hoppie bon. Hoppie bon. Oh. Ik ga april naar Curaçao toe. Ik ga daar masterclasses geven. Voor een dekelaar bedrijven. In-house. Dus, wordt heel spannend. Oké, okay, dames en heren. Laten wij in een halve cirkel komen zitten. En dan wil ik jullie meenemen in mijn verhaal. Een verhaal die een aantal jaren geleden is begonnen. Vanaf het moment dat ik heb besloten om We gaan live. Ik zit in Utrecht. Fuego, Salsa Ventura. En we gaan een korte masterclass geven. Dit zijn eigenlijk de kortste die ik geef. Een uur. We gaan alleen maar kennis maken met de Westmethode. Ik heb helemaal niks te filmen, dat doen jullie allemaal zelf. Je mag altijd filmen. Sommigen hebben nog tijd nodig om te kouwen. Ja, Stefan. Is nu al warm. Ik wil nog het een en ander bij jullie kwijt. Ik wacht wel totdat alle stoelen gevuld zijn. Voordat ik begin. Wat gaat hij zeggen? Misschien wij allemaal het gevoel krijgen dat ze verdrinken en nooit meer boven water komen. Eén voorbeeld is, ik zelf, en vrijdag heb ik dat ook gezegd,
ik doe niet aan positieve kritiek. Want er zijn duizenden positieve punten over iedereen te vertellen. Dus stel je voor, ik heb jou 2 verbeterpunten gegeven. Hoeveel positieve punten blijft er over? Sky is the limit. Dus, dat te hebben gezegd, jongens, en dit meen ik wat ik zeg, de laatste. Jullie doen het stuk voor stuk allemaal goed. Oké? Alleen, wij hebben alleen maar 6 dagen de tijd om jullie van hier naar daar te brengen. Dat is de energie die wij steken in die verbeterpunten. Oké? Stap die treden omhoog om te begrijpen dat het feit dat je hier staat, dat je hier al sterk bent en een keuze hebt gemaakt. Jij kunt hier geen fouten maken. Dat bestaat niet. Je kunt hier geen fouten maken. Het enige iets wat je hier kan doen, en dat is het enige in alle vormen, is groeien. En ik ook. Dat hebben we gezegd. Wil ik jullie presenteren? Aan een van de beste presenters wereldwijd. Bekend misschien voor jullie. Nee? Hij geeft tijdens bijna alle trainingen van ons een stukje presentatie. En eigenlijk als hij er niet is, dan pakken we hem op in dezelfde systeem hoe hij het doet. Maar dan mag hij zelf aan jullie vertellen of wat. Mag ik een applaus voor Winston? Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb vanmorgen net een sms gekregen. Hij zei, Winston, lukt het? Kom je goed aan? Je hebt tijd? Hij is daar, maar hij is hier. Het is een baby. En omdat het zijn baby is, vraagt hij alleen maar mensen waar hij 100% vertrouwen in heeft om informatie te delen. Omdat hij denkt, dit is een toevoeging. Ik ben hier vandaag om jullie een uurtje, en dat is heel kort, mijn kennis te geven wat betreft presentatie, public speaking, awareness. En ik heb het in 7 simpele stappen gedaan. We gaan die stappen niet kunnen doen allemaal. Het is heel te kort. Maar gelukkig heb ik aan het eind van deze korte sessie heb ik iets voor jullie. Mijn eerste vraag aan jullie. Wat doen jullie als jullie van huis komen en je gaat naar je les en je moet je eerste les geven? Wat doe je om te zorgen dat je in de juiste staat bent om die verbinding te maken met je toehoorders? Wat doe je? En vooral, waarom doe je? Wie is daar bewust mee bezig? Help, wat doe je? Ik probeer in ieder geval mijn hoofd leeg te maken van wat er gebeurt. Ja. En me te richten op wat gaat komen. Oké. Okay. Richt je op wat gaat komen. En weet je al wat er gaat komen? Ik ga naar een les. En dan bedoel ik dat je hem gaat geven, hè? Ja. Okay. Iemand anders? Ik neem een moment voor mezelf. Ja. En dat kan variëren van 10 minuten, half uur, net wat ik wat voelt voor mij. Om te ontspannen. En ik noem het dan zeg maar zakken in mezelf. Dus niet in mijn hoofd.
hoofd zit. En daar gebruik ik de ademhaling voor. Om echt van mijn lichaam bewust te zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk meer in het nu-moment te komen. En vanuit daar stap ik in de auto. En ga ik doen wat de planning staat. Oké, thanks. Ik zorg ervoor dat ik voorbereid ben. Dat ik al het materiaal heb dat ik nodig heb. Dat ik weet waar ik het over ga hebben. Dat ik ook weet wat er eventueel kan veranderen. En hoe ik dat terug moet pakken. Om weer terug te komen naar mijn les. Dan ontbijt ik gewoon weer wat. En dan ga ik de auto. Misschien een beetje visualiseren hoe het straks gaat gebeuren. Dat ik al eigenlijk al aan het voorbeleven ben. Voorbeleven. Dus je komt in een bepaalde staat, bedoel je dan? Ja. Mezelf motiveren. Mm-hmm. En dat betekent niet dat ik niet gemotiveerd ben om les te geven. Maar het is meer omdat ik een ervaring heb gehad toen een dag ervoor. Mm-hmm. Of een keertje daarvoor is dat ik... er is iets gebeurd, weet je. Je bent niet lekker in je vel. En dan ga je de kinderen les geven. En die dag heb ik gemerkt, ik had geen controle op de groep. Dus ze waren heel vervelend. Mm-hmm. En toen ik thuis kwam, dacht ik van... Wat is anders gegaan? Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, ik ga nu beter focussen van... En toen dacht ik, ik moet mezelf even motiveren. En ik ben hier degene die les geeft dat ze gewoon niet vervelend doet en zo. Dus motiveren, ik motiveer me. Je motiveert jezelf, ja. Dankjewel. Is dat herkenbaar voor de rest? Ja. Dezelfde strategie die jullie toepassen? Is het elke keer hetzelfde? Heb je een strategie? Ja. Oké, ik weet nooit wat ik ga doen, omdat het maar zo kort is. Dus mijn doel is om met jullie te verbinden in dat uur. En te zorgen dat er zo snel mogelijk een verbinding is. En of je nou naar mij luistert, of naar hem, of naar hem, of naar haar, maakt mij niet uit. Want we leren rechtstreeks, zo van elkaar, maar ook via elkaar. Hebben jullie wel eens van MPO gehoord? Marie Pieter Otto. Zeg ja of nee? Nee. Dankjewel. Ik word namelijk onzeker als je niks zegt. Nu, MPO heb ik vertaald als Multiple Personality Order. Voor de psychologen onder ons. Dat zeg ik. Waarom heb ik MPO voor mezelf bedacht? Is om het simpele feit dat ik kom hier, ik zit in de auto, chillen, lekkere muziek, toepak op de achtergrond, boom, dansen. Dat is een hele andere staat dan wanneer ik hier binnenkom. Dan moet ik namelijk schakelen, shiften. En die shift komt ook als ik hier ben en ik zie Norwich. Hé, Volga, kom daarbij slaan. En dan zie ik Rudy zie ik hier. Dus ik kom constant in een andere staat. Mijn ding is, ik schakel bewust in die staat. Dus vandaar Multiple Personality Order. En het moment dat ik hier aankom, dan moet ik weer schakelen. Want dan ben ik ineens Winston, de trainer. Weer een andere schakel. En hoe sneller je kan schakelen tussen vriend, man, trainer, danser, lover, hoe effectiever het is, performer, boze, whatever, welke emotie je ook wil voelen, staat, hoe sneller je kan schakelen tussen die verschillende zijn, persoonlijkheden, gecontroleerd, zodat je niet opgenomen wordt. Dat is voor mij het effect. En zo zorg ik ervoor dat ik mezelf succesvol ben. Dus dat heeft natuurlijk met de voorbereiding te maken. Maar de voorbereiding weet ik nooit van tevoren, want ik ken jullie nog niet. Dus het enige wat ik nu kan doen is zorgen dat ik mij verbind met jullie. Ik heb jullie net een vraag gesteld. Zeg ja of nee, want ik word onzeker. Hoe waar is dat? Hoe waar? 100%? Nee. 10%? 20%?
denk even met me mee wat ik zei. Als je geen antwoord geeft, hoeveel? 80? Roep eens. Niet stil zijn, roep. Het is chaos nu, kom maar. Dat weet jij alleen toch? Nee, ik weet het niet, namelijk. Ik weet niet hoeveel procent het jou onzeker ja, maar maakt. Je kan in mijn wezen, in mijn zelf, want je hebt hier wel eens gestaan. Dus hoeveel onzekerheid heb je als je hier staat en je stelt een vraag en er komt geen antwoord? Hallo, wake up! 100% onzeker, want je hebt geen informatie. Je hebt alleen emoties. En die emoties zijn geen feiten. En wij, die hiervoor staan, trainers, consultants, whatever wat je bent, wij zijn hier niet voor onszelf. Shift, Winston, je bent hier niet voor jezelf. Maak maar een aantekening. Het moment dat je hier staat en je bent hier voor jezelf, dan praat je tegen jezelf. Dan praat je op jouw manier. Ik noem dat gekte. Want jij weet al wie je bent, als goed is. Je weet al wat je wilt zeggen, als goed is. En nu gaat het niet meer om jou. Nu gaat het om, hoe kan ik mijn verhaal op zo'n manier vertellen dat zij mij begrijpt? Moet ik dan shiften in hoe ik normaal gesproken praat? Ja of nee? Ja. Zijn jullie subdued, ingetogen? Of? Ja of nee? Ja. Maar wat heb ik net gedaan? Wat was dat? Waarom stelde ik die vraag een tweede keer? Ja, nog meer contact te maken. Kijk, jullie zitten in een bepaalde staat. Ben ik tevreden met die staat? Nee. Hallo? Ik wil je naar een hogere staat brengen. Dat weet jij nog niet. Dus wat doe ik dan? Ik stel die vraag twee keer. En als ik genoeg verbinding met je heb gemaakt, zal je nog een keer antwoord geven en je meer je best doen. Heb ik niet genoeg verbinding met je? Dan word ik die kale gek erover. Dan doe je dit. Dus mijn eerste taak is om die verbinding te maken. Dat is wat artiesten doen. Als je een zanger of zangeres of koningin en je zegt, hoor jullie me daar niet achter? Ja. En achter is dan 10.000 man of 10.000 vrouwen die daar zien en die denken allemaal dat hij of zij persoonlijk aangesproken is. Ja toch? Dat herken je, hè? Die visie van je ogen, dat blikveld. Maar als je dat niet congruent doet, als je dat niet authentiek doet, dan verlies je de verbinding. Dus als het goed is, ben je dan een state manager. Hier. Wie is zich daarvan bewust? Jullie moeten er allemaal van bewust zijn. Ja. Weet je waarom hij het zo mooi zei? Hij zei, die kinderen waren vervelend. Sorry my friend. Ze waren niet vervelend. Jij kon ze niet controleren. Nee, daarom. Jij kon hun staat niet brengen waar je ze wilde hebben. Juist. Oké? Okay? Ja, dus die formulering mag je anders doen. Okay. Ik heb als artiest, als drummer, zoveel opgetreden. En ik weet nog dat mijn muzikantenvrienden zeggen, shit, publiek vandaag, man. Of je staat op een festival, weet je. Oh nee, publiek is echt dood. Hoezo dood? Wat heb jij gedaan om te zorgen dat zij in staat komen die jij wil? Vandaar dat ik mijn vraag aan het begin stelde, wat doe je aan voorbereiding om te zorgen dat jij in die staat komt? Want het is jouw verantwoordelijkheid. Ik had ook anders kunnen beginnen. Hey, fijn dat je er zijn. Ik heb echt naar mijn zin hier, kom je vaker. Jullie ken ik nog niet, maar ik wil wel verbinding met je maken. Waarom lach je? Is er iets verkeerd ofzo? Hier is die kale. Huh? Wat? Is niet goed? maar is die energie nou meteen voelbaar of niet? Dus wie staat er verantwoordelijk voor? Dus die multiple personality order is voor mij hier van levensbelang. Echt letterlijk levensbelang. Waarom? 1. Ik heb ervoor gekozen om hier te staan. En niemand heeft mij gedwongen. Soms word je er ook maar voor betaald. Dus het is je livelihood, oké? Okay? Nou, hoe beter je dit kan managen, is succes. Dus dan komen mensen nog een keer. Maar wat ik wil is nog een stapje verder gaan. Ik zeg nee, geld, sure. You know? Ik ben niet om te tellen, oh nou, minuut 1 heb ik toch niet. Maar wat wil ik wel? Ik wil die verbinding maken, waardoor jij straks een fan bent. Van de stijl. Niet van mij, maar van de stijl. En dan ga je erover praten.
moment dat je erover praat, heb ik meer leerlingen in mijn les. Waar of niet waar? Ja. Want jij kan praten als ik kan praten wat ik wil. Hoe goed ik wel niet denk dat ik ben. Maar als iemand anders naar een ander toe gaat en zegt, luister, ik heb laatst iemand zo. Hij is krap 1,70, hij is kaal, maar hij is goed. Oh ja? Ik kom maar lekker kijken. Toch? Ja. Zo werkt het, of niet? Ja of nee? Ja. Maar zo werkt het. Dus wat betekent het, als ik hier ben, moet ik een aantal dingen kunnen. Moet ik kunnen shiften? Hoe heet het ook alweer? Dat shiften wat ik doe, wat is dat? Kom op! Ja, multiple personality order. Ram that in your system. Om dat te kunnen, moet je namelijk uit jouw identiteit die je gewend bent te spelen, kunnen stappen. Want die zijn allemaal aan het acteren. Ook al weet je het niet geloof. Sommigen zijn er heel goed in. Sommigen zijn amateurs. En het mooie is dat, ik heb zijn naam nog niet, ik noem het mijn nieuwe vriend hier, die heeft ervaring met kids. En het moeilijkste wat je kan hebben om te spreken voor, is kids. En die zijn zo eerlijk. Ze zijn zo eerlijk. En als ze zo eerlijk zijn en ze zouden zoals jullie hier nu zitten en het is niet boeiend, dan staan ze op. Dan gaan ze wat anders doen. He, dan prikken ze de ander van. Wat gaan ze doen? En dan moet jij ervoor zorgen dat dat goed komt. En ik heb dat zo vaak getest als ik aan volwassenen iets mag vertellen, iets mag trainen, dat ik letterlijk zei, weet je, doe maar alsof je een kind bent. Ik geef je echt toestemming, doe maar alsof je een kind bent. En als het niet interessant is wat ik je nu vertel, mag je nu je vriendin prikken. Of je aan de haar opstaan en weglopen. Dat is de test. Dat is de test. Want als ze dan eerlijk zijn, dan hebben ze je verhaal gehoord en dan blijven ze zitten omdat ze wat meer willen horen. De Westertoon heeft 7 stappen. De eerste stap is de stance. Wat betekent de stance letterlijk? Het is een holistische aanpak, moet ik erbij zeggen. En dat merk ik steeds meer, omdat ik merk dat als mensen in mijn training komen, het is een vrij lange dag, nou ja, lang, het is allemaal relatief, 8-9 uur, dat ze door een transformatie heen gaan. Ik wil jullie een klein stukje laten voelen. Ik heb jullie al gezegd, ik kan jullie niet alles vertellen over dit, maar ga maar even staan. Ga maar even staan met je voeten schouderbreed uit elkaar. En heren, schouderbreedte, hè? Sommige heren hebben altijd een beetje dat ze schouders iets verder uit elkaar staan. Oké, schouderbreedte uit elkaar. Laat je handen even hangen. Langs je. En het idee is dat je bewust wordt van dat stukje verbinden met jezelf. En als je veel beweegt op een podium, dan heb je daar iets meer verbinding mee, zal ik het maar zo zeggen. En nu begint het. Dit is misschien het moeilijkste wat we gaan doen. Schouderbreedte. Check je voeten alsjeblieft even. En laat ze parallel aan de muur zijn, als er een muur is, en visualiseren. Oké. Nu gaan de hoofden weer omhoog. Kijk deze kant op. Vanaf nu zijn we alleen maar bewust bezig met het niet bewegen. Dus dat krummelen wat je net doet, ik weet zeker dat het eigenlijk niet nodig is. Je haar corrigeren is ook niet nodig. En als het goed is, als je handen ook echt laat hangen, dankjewel. Mooi om te zien dat als je dat aangeeft, dat iemand meteen, oh ja. Check even je schouders. Zijn ze ontspannen? En vanaf deze positie, zal je misschien, als je echt in het moment bent, zal je merken dat je misschien voelt aan je handen dat er een andere sensatie is. Ja? Knik maar even. Het kan zijn dat het zwaarder is. Het kan zijn dat je tintelingen voelt. Wat dat betekent is dat je hier bent. In dit moment. Met jezelf bezig. De eerste 3 stappen van West gaan alleen maar om jou. Dus dat betekent dat praten wat je nu doet, zeg maar tegen je handen, je vingers, dat dat niet nodig is. Gewoon hier, conscious. Want ik heb je nu niet nodig. Kalm, chill, komt helemaal goed.
Dus het gaat om jou nu. Kan je je voorstellen dat als je, voordat je begint te spreken, je focus dusdanig op jezelf hebt als voorbereiding, dat op het moment dat je gaat spreken, dat je nu een druk hoeft te maken wat er aan de hand is met jou, want je hebt een check gedaan. Dat praat met je nu. Zeg maar, ontspannen. Ik zie dat je gespannen staat. Ja, nog maar los. Ja, zo. En de tweede stap versneld is de ademhaling. Vaak ademen niet goed. Heel vaak niet. Maar stel je voor dat je iets meer naar binnen zou kunnen gaan in je focus, in je ademhaling. En ik zou je een sequence geven, waardoor dat instantly gebeurt. Geef ik een sequence van, ik tel zo meteen tot 4, nog niet. Je neemt 1 tel lucht door je neus. Visualiseer dat het meteen naar je buik, ik heb een dikke buik, dus voor mij is het makkelijk om je te laten zien. Dat dit gebeurt. Zie je? Hier gaat het naartoe. En dan hou je 2 tellen vast. In 4 tellen blaas je het uit door je mond met een sissend geluid. Dat krijg je zo meteen. Ik tel nu tot 4. Ga met me mee en voel wat er verandert bij jou. 1, 2, 3, 4 in. Pas houden. 1, 2, uit. 1, 2, en bij 4, links. Dankjewel. En misschien praat je tussendoor nog met je vingers. Probeer je daar bewust van te zijn. Want er gebeurt nu iets in je lijf. Dit gaat goed. Laten we de sequence verhogen. 2 tellen in. 3 tellen vast. 6 tellen uit. Kom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, vast. 1, 2, 3, uit. 1, 2, 3, 4, 5, leeg. Voel je de energie veranderen? Knik als het ja is. Nog 1 keer verhogen. 3 tellen in. 8 tellen. Sorry. 3 tellen in. 6. Vast. 10. Uit. Het is een challenge. Als je spanning voelt, dan maar gaan. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Vasthouden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uit. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nou, in minder dan 2 minuten, wie voelt zich heel ontspannen? Dus een hele korte tijd heb je een hele diepe ontspanning gevoeld. En om wie gaat het? Om wie gaat het nu? Om jou, toch? Voel je dat? Voel je dat het om jou gaat? Dus is stap 2, het gaat om jou. Stap 3, en by the way, misschien denk je, wauw, dit voelt lekker. Waar zijn de rokers? Geen rokers hier? Wees eerlijk. Niemand? Yes! Je bent als van de rokers. Want de rokers hebben dit namelijk als... ontspanningsmechanisme. Hetzelfde principe. Alleen, dit niet. Derde stap. De state. Zet een glimlach op je gezicht. Kom op. Het is gratis. Serieus, het is gratis. Kom, give me more. Put a smile on your face. Ja. Yeah. You're the one that doesn't speak English. Yeah? I got you. Oké, dus dan heb je die smile op je gezicht. Maar als je nu... breakstick. Loop even rond. Hier een stukje zo. En dan ga je terug naar je plek. En dan pak je stap 1. Voel de adem. Stap 2. En 3. Zet je smile. Gewoon om te doen. Om te voelen wat, hoeveel controle je hebt in deze 3 simpele bewegingen. Ga even rondlopen. Ga terug naar je plek. En ga van 1, 2, 3. Elke stap gewaar te worden.
Ik vond toen ik die smile opzette meteen een tinteling in mijn nek van meer energie die er naar boven ging. Wat heb je nog meer? What did you feel? What happened? Warm. Wat gebeurt er met warm? Ik ben warm. Ja, oh. Van echt, ik voel dat mijn voeten warm zijn. Dat mijn handen zijn warm. Huh? Is dat niet weird? Is dat niet gek? Gewoon even een simpele oefening. Contact maken met jezelf. Wat heb je nog meer gevoeld? Ontspanning. Ah. Heel. Zie je, zegt heel hoog. Is dat nodig voordat je met een les begint om super ontspannen te zijn? Ja. Dank je. Weet je, zijn klankkleur was zo mooi. Heel hard. Ja. Het was, kwam vanuit hier. Dat is ook wat hij voelt. Wat else? What happened? Wat voel je? Wat zegt dit jou als je dit nu als een tool zou kunnen pakken om elke keer voor je les gegarandeerd ontspannen te zijn? Wat er ook buiten is gebeurd, je nier is doodgegaan, weet je niet. Wat er ook gebeurt, je bent gewoon altijd in die. Dat is fijn, heerlijk. Ja. Heerlijk toch? Dus wat ik je breng met de WES-methode is een garantie dat jij controleert wat je wilt doen. Dat je als een scherpschutter spreekt, lacht. In staat bent om te doen wat je moet doen. Want, kijk, amateurs doen dit niet. Omdat ze doen wat ze doen wanneer het uitkomt. Maar een professional, voor mij is een professional iemand die vanaf het moment dat hij of zij bezig is, of betaald wordt om het te doen, of besloten heeft om het op een hoog niveau te doen. Op het hoogste niveau dat hij of zij het kan doen. Dus dan ben je altijd aan het leren. Altijd aan het verbeteren. Er is geen stilstand. Je bent altijd aan het groeien. Altijd zoeken naar, hoe kan ik het verbeteren? Je ziet daar een streamingcamera en een andere camera staan er. Ik heb al 6.500 voorstellingen gespeeld. Ik weet wel hoe het is om te spreken. Maar ik neem het elke keer weer op. Waarom? Kritisch zijn. Ik blijf kijken. Oh, wacht eens even. Misschien kan ik het hier nog een klein beetje verbeteren. Tweak het hier, tweak het daar. Dus constant and never ending improvement. Dat is, lijkt mij, wat jullie ook willen. Om je les steeds te verbeteren. Zodat men het beste van jou krijgt. Have a seat and give yourself a round of applause. Schrijf op wat je moet schrijven. Om te zorgen dat dit in jouw systeem. Click. Write down what you need to write down about what I just shared. Let me just help you live. Zijn er vragen hierop? Opmerking? Je zei er zijn 7 stappen. Heb je nu stappen weggelaten? Nee, ik heb gewoon de eerste 3 stappen. Oh, oké. Okay. Heel snel. Okay. Ja. Kun je ze even benoemen? Stance. Ja. West stance. Stance. De manier van staan. Ja, dan sta je. Ja. Het gaat nog dieper dan dat, maar. Ademhaling waarschijnlijk. Ja, dus west breath. Ja. Ademhaling. En de state. Dus de staat is nu. We zeggen glimlachen. We zeggen, put a smile on your face, it's free of charge. En kijk, je hoort mij heel veel jokes maken. Jullie lachen af en toe. Alles is net een stand-up comedian. Die maakt heel veel grappen. En die heeft het al 1000 keer gemaakt. Ik ook.
Dus it's free of charge, is gratis, heb ik al 1000 keer gezegd. Maar elke keer lachen jullie, want wat gebeurt er? Wat ik doe, ik zoom in je brein. Ik plant een zaadje van wat ik wil dat je wilt voelen. Maar jij weet het zelf niet, maar ik moet je dat laten voelen. Dus ik zeg, it's free of charge. En dan lach je al. Dus in mijn woorden zitten al de state changes die ik wil. Dus als je les geeft, moet je alles bedenken wat je wilt zeggen en wat het effect moet zijn. Je kan namelijk niet, oh sorry, dat bedoelde ik niet. Dat wil je voorkomen, want elk moment dat je dat doet, heb je een verwijdering van je audience. Van de week gaf ik een training aan een groep top professionals en er zaten doven en horende mensen tussen. Had ik nog nooit gedaan. That's a big challenge. Want ik ben gewend om verbinding zo te maken. Ik ben gewend, je hoort het, ik vraag je steeds. Geef me feedback. Vind je het goed, vind je het niet goed? Zeg ja of nee. Kon ik niet doen. Dus ik voelde me 3/4 van de training onzeker. Omdat ik gewend was op een bepaalde manier verbinding te maken. Dus ik moest schakelen en letterlijk een andere vorm zoeken om te weten dat het aankwam. Wat heeft mij gered? Dat was een training van 2 uur. En dat wist ik niet van tevoren. Wat mij gered heeft, is de RAS-scan. Dat heeft me gered. Want als ik niet de scan had toegepast, dan was ik naar de tolk aan het kijken, omdat of zij was aan het tolken en eentje gaf antwoord, dan was ik niet in verbinding met de spreker. Snap je wat ik bedoel? En ik moest dat heel snel doorhebben. Waar komt die informatie vandaan? Tuurlijk, komt hier vandaan, komt daar vandaan, iemand spreekt. Maar hij was aan het spreken tot mij. En de neiging, omdat ik mijn oren wil volgen, is om hier te kijken. Omdat ik zo heel snel bewust was van, hé, dan mis ik dit. Was mijn scan. Mijn redding. Even het voorbeeldje. Wie zou even willen ervaren wat het effect is van de best scan? Niet allemaal tegelijk? Ja. Niet? Eén maar? Nee. Hey. Je moet wakker worden, je moet sneller zijn. Jullie slapen nog een beetje. Oké, okay. Jij staat hier. En nogmaals, omdat we zo weinig tijd hebben, gebruik ik jou eerbiedig om hen iets duidelijk te maken. Kan jij mij een verhaal van 4-5 zinnen vertellen? En doe je uiterste best om met iedereen verbinding te maken die hier is. Ga je gang. Oké, prima. Ik ben vandaag hier gekomen om jullie een verhaaltje te vertellen. Het gaat helemaal nergens over. Maar ik doe het toch. Ik hoop dat je het allemaal leuk verhaal vinden. En dat jullie het gevoel krijgen dat ik verbinding heb met jullie allemaal. En dat was mijn verhaal van 4-5 zinnen. Dankjewel, geef een applaus. Okay. Eerlijk, met wie heeft hij wel verbinding gemaakt? 1, 2, 1,5. 3, 4. Hoger. Ja. Het punt is, niet met iedereen. En als jij nou een les aan het draaien bent, mensen hebben betaald. Denk je dat ze aandacht voor je nodig hebben? Ja of nee? Denk even mee. Ja, toch? Ze willen? Oké. Zou het jou helpen als ik een strategie zou geven om dat te kunnen doen? Ja. Oké? Okay. Zou het jullie helpen? Ja. Nou, zie je, ik heb er niet eens in ingezoomd op zijn wezen, op zijn fysieke antwoord op jullie reactie, maar hij was bezig aan het praten met jullie van, oh, dit voelt niet goed, ik ben niet zo blij. Ja? Okay? Dus, als ik jou vertel, en jullie vertel dat de westcam inhoudt, je staat voor de groep, in dit geval zo'n groep. Je beslist, wat ik zei, de Westcam is alles is beslist, bepaald van tevoren. Jij beslist dat je start rechts of links oogcontact te maken. Okay? Ja. Je beslist dat. En wat je vervolgens doet in je spraak.
vraag, wat je doet, iedereen aankijken, 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 totdat je hier bent. En omdat het een grote groep is, hou het daar. Normaal ga je weer terug. Doe je dit. Oké? Ja. Ze zijn een beetje aan het schrijven, maar ze gaan nu even stoppen, zodat ze kunnen ervaren wat een mooie blik jij hebt. Ga je gang. Oké. Okay. Ik heb vandaag een nieuw verhaaltje voor jullie. Gaat er meer nergens over. Maar dit keer hoop ik een betere verbinding met jullie te maken. En hoop ik dat jullie er wat meer aan hebben. En zo toch een goed gevoel hebben dat ik een goede verbinding met jullie kan maken. Okay. Wie heeft verbinding gemaakt? Nou, kijk eens wat de percentageverhoging je hebt. Nu wel. Maar zie, het is verdubbeld. Mensen van verdriedubbeld bij. Volgens mij verschil. Ja. Wat was het verschil volgens jou? Ik kan echt iedereen aangekeken. Eerst ging van links naar rechts en een beetje random en nu was het meer. Oké, zo. Dan krijg je dus een soort van. En kon je horen aan zijn spraak dat er iets veranderde? Ja, hij was luider. Hij was luider. Dus zijn focus, doordat hij heeft besloten om zijn ogen te gebruiken, werd er iets anders in hem om te kunnen communiceren voor God. Zijn spraak. Dus het effect is daar. Top, help. Ja. Dus normaal gesproken dan staat je links of rechts en je maakt gewoon oogcontact. Natuurlijk met een smaal op je gezicht, want anders is het. dat is niet het effect wat je wil. Dus daarom is hij smaal. Dus daarom is hij stap 1, 2, 3. En hij deed 1, 2, 3 niet. Hadden jullie dat door of niet? Hij heeft zich niet voorbereid. Hij heeft niet gezegd. Heb je niet gezien, toch? Nee, exact. Dus, dat is het verschil. Want dan is hij met zichzelf bezig. En nu heb ik hem gevraagd, het gaat niet om jou, het gaat om hem, maar ook op dat moment. Geef hem nog een applaus. Dus als het zo'n dramatisch effect is, use it or lose it. Use it or lose it. Wat horen jullie? Kijk, nogmaals, ik zeg het, ik weet nooit hoe ik het aanvlieg. Vraag maar aan de noorden. Elke keer is het een andere. Omdat ik niet van tevoren kan bepalen. En ik wil het ook niet bepalen, want anders zou het om. Maar ja, het gaat om jullie. Hebben jullie een berucht en een beroemd woord gehoord tijdens zijn speech? Wie? Het gaat nergens op. Dus één, wat nog meer? Maar. Wat nog meer? Proberen. Proberen, wat nog meer? Verhaal. Verhaal, wat nog meer? Het is beruchter dan je denkt. So, hij start niet on purpose. So, met de Westmethode zeggen we, when you speak on purpose, people will listen on purpose. When you speak on purpose, people will listen on purpose. Ook al verstaan ze niet. Heer Ting Ting. Sigrid Ting Ting. Heer Ting Ting. Sigrid Ting Ting. Ting Ting. Sigrid Ting Ting. Dat betekent, er was eens, heel lang geleden, de grote koning. Koning was de grootste en machtigste heerser van heel Afrika. Die koning, die was zo groot en machtig, daarom had hij alle dieren uit het bos naar zijn paleis gebracht. Iedereen moest naar de koning zijn paleis toe komen. De dieren hadden de taak die ze van de koning hadden gekregen zo goed gemaakt. Daarom had de koning gezegd, jullie krijgen van mij allemaal een medaille, een beloning. En het eerste dier dat naar de koning zijn paleis toe mocht komen, was Popokai, de papegaai. Waarom zijn jullie zo aan het voel je wat er gebeurt met je? Nou, dat heeft te maken met de toon, de klank, delivery, verbinding, on purpose. Ik kies de woorden, ik richt ze als een scherpschutter. En mijn klank ook, zij was, ook al verstaat ze er helemaal geen fluit van. Je zag er zo. What's happening? Right? What's happening? This is something happening. Dus, het is niet talig, het is klankig. Het zat geen tussen. Dus als we de best talk gaan doen, dat is een stap.
een van de 7 stappen, heb ik iemand nodig om dat te demonstreren. Wie? Kom op. Kom op, yes. Snel. Wie? Waar? Waar? Ja, ik praat toch al zoveel. Gelukkig. En nu nog met opzet, toch? Met opzet. Oké. Geef ons 4 zinnen en doe alles wat we tot nu toe besproken. By the way, is dit een goede vorm voor jullie? Om te leren? Ja. Ja? Is dit een goede vorm of moet ik het anders doen? Moet ik het sneller doen? Nee. Ja? Oké, prima. Dit is mijn onzekerheid, dus ik bevestig even dat het goed gaat. Snap je? Morgen toen ik wakker werd, was het eerste wat ik deed naar buiten kijken om te zien, wat is het weer? Moet ik kijken of mijn tuin wel gaat? Want ik moet op tijd zijn in Utrecht. Ik moet ergens naartoe. Ik moet hier zijn. Oké. Verbinding? Ja. Zeg al. Ja, oké, rustig maar. Waarom sta je zo? Van die dingen die we niet, wat we zijn er niet bewust van. Maar nu zegt ze eigenlijk in mijn taal. Oh jee, ik hoop dat ze positief naar me zijn. Dan ga ik afsluiten. Maar als je zo blijft staan, neutraal, is oké. Wat was dit? Wat was dat? Wat wilde je daarmee zeggen? Lukt ja. Hier zijn, ja. Hier. Deze plek. Maar wat betekende dat? Dat hele. Heb je daar een bedoeling mee? Of was dat gewoon gebeurd? Duidelijk maken, benadrukken. Okay. Hier. Okay. Kan je dat ook zonder? Misschien. Probeer het. Even kijken wat er gebeurt. Ik krijg nu de neiging om hetzelfde te vertellen als wat ik net heb gedaan. Maar dat wil ik niet, want ik wil jullie verrassen. Ik twijfel of dat werkt. Bij sommigen wel, bij anderen misschien niet. En ik probeer echt te luisteren naar wat mijn lichaam doet. Wat mijn lichaam wil doen. Wat mijn handen willen doen. Wat is er anders in jullie beleving? Ze was aan het zoeken. Ja. Dus wat ik hiermee wil demonstreren is dat ze vaak op automatische piloot werkt. Ze is zich niet bewust wat haar non-verbale communicatie zegt. En op het moment dat ik haar vraag, stop dat, dan blokkeert ze. Dus zou het dus handig zijn om te weten dat je dit verhaal ook zo kan vertellen. En dat je kan zeggen, weet je wat, vandaag gaan we het gewoon zo doen. Zonder al deze afleidende bewegingen. Dat zou handig zijn, lijkt me toch? Een moment dat je dus bewuster bent van die handen, of die voeten, en je zegt van, hé, ik wil jou wat vertellen. Dan komt hij toch veel krachtiger over, omdat ik de hele tijd zo bezig ben geweest en dan ineens dit. Dat is wat ik je bewust wilde maken. Dus dat je meer rust in je lijf kan hebben en dat je de kracht uit je stem komt. Want het zit wel goed daar. Maar als het hier vandaan komt en dit niet afleidt, want mij leidt het af. Dat. Ja, dat. Give her a round of applause. Het gaat dus om je non-verbale communicatie, hè? Zie wat ik skip door allerlei dingen die ik wel eens heb gezien van dansinstructeur en zo. Ik denk van, hé, waarom doe je dat? Waarom zeg je dat? Waarom niet anders? Waarom niet rustiger? Waarom niet gestuurd? Yes? Ja. Als ik over de talk praat, that's talk, er zitten heel veel elementen in die super interessant zijn. Maar wat ik weet is wat er gebeurt. Je leert nieuwe tools. En het is heel moeilijk om ze meteen toe te passen. Geen van de mensen die naar voren is gekomen tot nu toe heeft het momentje gepakt om even door die 3 stappen te gaan. Ik snap waarom. Het is logisch. Ik snap het wel. Ik heb het gedaan toen jij nog aan het praten was. Ja. Ik denk, pak mijn momentje. Maar het bewust doen betekent dat je gewoon weer meer rust in je lichaam zou hebben. Nog meer rust. En meer sturing.
dat je niet gepast is. Dus dat is 1, 2, 3, altijd doen. Wat er ook gebeurt. En je hebt er minder tijd voor nodig dan je denkt. Anderhalf seconde, twee seconden als je goed getraind hebt, ben je daar in dat moment. Handen voelen zwaar, boep, go. Maar waar ga je dan heen? Beslis je waar je heen gaat. Van tevoren. Want als ik meer had ingezoomd, ze ging op een gegeven moment naar achter. Waarom ga je naar achter? Dat is de West Walk. Hoe loop je voor je platform? Ik ben hier naartoe gegaan. Helemaal. West Move. Hing even zo. Voordat ik het doe, heb ik al bedacht wat het effect is. Als ik nu naar achter loop, weet ik waarom ik naar achter ga. Dan komt het niet knullig over. Als ik ga staan, sta ik. Ik beslis nu om naar links te gaan. Zie je hoe relaxed het overkomt? Ik beslis om helemaal uiterst links te gaan. Om deze dingen te doen. En ik weet 100% zeker nu dat het anders voelt dan dit. Is het waar of niet? Lijkt simpel, maar het maakt wezenlijk verschil. Dus, elke stap is bewust. Elk woord, bijna, is bewust. En dan hebben we het een beetje over de klankkleur gehad. Toen ik wilde ik jullie bewust maken van klank en kleur. Was het boeiend om daarna, ook al verstond je het niet, was het boeiend om daarna te luisteren? Ja. Ja. Dat heeft dus puur te maken met het entertainen van je oren. Toen ik schakelde en ik was monotoon aan het praten, schakelden jullie uit. Toen ik mijn energie verlaagde, schakelden jullie uit. Dus Mori had het over dat jullie besproken hebben. De verschillende stijlen wat mensen leren. Besproken toch? Dus besproken toch? Ja. Dus visueel. Auditief. Kinesthetisch. Voelen. Ja, kinesthetisch. En dan? Ja, wist de NLP, kom maar. Olfactorisch. Ja, oké, simpel gezegd. Het moment dat je hier staat, moet jij communiceren in alle stijlen. Je moet. Waarom? Omdat je niet weet wie er tegenover je zit of staat. Weet je niet? Dus wil je er iedereen erbij houden, moet je zorgen dat geur en smaak erbij is. Hoe doe je dat, geur en smaak? Dat is lastig, hè? Smell, sense. Hoe doe je dat? Als je spreekt, moet je dan beeldender spreken dan dat je normaal doet. Geef voorbeelden. Zorg dat jij, jouw geur en smaak in orde is. Dat jij ruikt prettig. Niet te veel. Want men leert op die manier. En als je te sterk ruikt, dan ontstaat er ook een afstand. Digitaal heb ik niet gehoord, maar die zit er ook tussen. Digitale mensen die willen feiten horen ook. Die willen cijfers horen. Dus als ik zeg, ik heb meer dan 6.500 voorstellingen gespeeld voor de digitale leraar, of leerling, is dat een feit. In mijn wereld is het een big fat play. Wie vond het interessant om te horen 6.500 voorstellingen? Eentje daar. Dat is digitaal, daar wel geen. Ben je digitaal ingesteld? Nou, als het er twee zijn, als ik dat heb gedaan, wie gaat mijn naam roepen thuis als hij me nog niet kent? Serieus, die gaan, oh, ik wil het wel eens even checken. Ja, daar kunnen ze niks aan doen, dat is echt zo. Dus je moet zorgen dat wat je vertelt, dat het waar is. Je moet zorgen dat het waar is. Je moet niet roepen, ja, normaal vragen dit en nu doe ik dit. En ze checken het, oh, leugenaar, oh, wil ik nooit meer wat mee te maken hebben. Dus je moet congruent zijn. Je moet je authenticiteit in acht hebben. En wat je vertelt moet altijd waar zijn. En als je het niet weet, wat zeg je dan? Ik weet het niet. Wees geen man. Mannen zijn, ook al weten ze het niet, gaan ze toch iets proberen te zeggen. Ze durven geen hulp te vragen. Als ze weg kwijt zijn, ja, vrouw daarnaast, vraag nou om hulp. Nee! We komen er wel!
I don't know. It's a lifesaver. It's echt een lifesaver. Oké. We hebben een aantal dingen besproken. Ik wil je vragen, want dit is misschien wel heel essentieel voor je. Als je straks, mocht je beslissen om 25 februari naar mijn masterclass te komen in Den Haag, dan gaan we een aantal dingen doen. En eentje daarvan is zorgen dat je gerichter praat. Dus ik wil je nu vragen om je eerste drie zinnen, waarmee jij je introduceert aan die class, om die op te schrijven, als je dat nog niet doet. Wie doet dat wel? Wie heeft dat paraat? Wie mee in elke situatie hoe hij of zij zich introduceert? Iemand? Ja? Kom. Ik mijn hand op. Yes! Hands on! Doe het! Goedemiddag, mijn naam is Saskia Faber, ik ben 35 jaar. Ik doe financieel medewerker als beroep en ik ben 5 jaar naar oud van dansen. En ik ben heel graag onder de mensen, maar... Oké, stop! Wie heeft verbinding gemaakt met haar? Erik! Dat? Stop. Wie heeft verbinding gemaakt? Beetje. Niet goed. Nee. Ja, ze weet het, ze is dus nu bewust. Oh man. Dus wat heeft ze niet gedaan? Eerst drie stappen. I told you! Eerst drie stappen niet gedaan. If you don't use it, you use it. Yeah. Dus eerst drie stappen niet gedaan. En je had eigenlijk niet helemaal bedacht hoe je het zou zetten. Je scan was niet in orde. Dus you are all over the place. Yeah. Denk er even vanaf. Wat zijn je eerste drie zinnen? Regardless what it is. En doe die stappen wel. Laat ze zien wat het verschil is als het wel werkt. Maar dan moet je eigenlijk komen aanlopen, want dat is een van de triggers. Als je namelijk beweegt, en je wilt vanuit bewegen praten, dan praat je heel anders dan als je vanuit stilstand praat. Dus loop even op. Jezelf. Je bent toch niet gek? Ik moet dat zo zeggen, want alleen een gek praat tegen zichzelf. En ik heb niks tegen gekken hoor. Want als die NPO, ja, bewuste gek. Die kan ook gek doen. Als je mij als Anansi verhalen vertellen, zie ik er anders uit. Heb ik een Afrikaans gewaad? Nou, dan doe ik heel gek. Maar als ik dat hier nu zou doen, zeg je, ja, sluit hem op. Je moet weten wanneer dat is. Dat is NPO. En je moet dat gewoon 100% instappen. Je moet niet denken aan Piet, Klaas of Ahmed. Daarom moet je hier even een moment nemen. In die staat komen. Van excitement bijvoorbeeld. Wauw! Zo geweldig dat jullie zijn. Wauw! Ja, voor een ander is dat gek. Maar als dat het effect is wat je nodig hebt voor 10.000 mensen. Doe je het wel of doe je niet? Ja, moet je het doen. Als hij persoon achter heeft, hij heeft niet de verbinding met jou. Dus daarom zeg ik, mijn ervaring, University of Life and Experience. Verhalen vertellen, 6.500 voorstellingen. Muzikant, drummer, 2500 voorstellingen. En dan van alles en nog wat. Dus ik heb dat allemaal gevoeld, gezien en kunnen schakelen van wat werkte niet, wat werkte wel. Daarom deel ik het op deze manier met je. Dus als je van iemand anders hebt gehoord van, ja nee, ik zusje zo, heeft die persoon helemaal gelijk. Ik vertel je mensen simpel. Dus hoe belangrijk zijn die drie zinnen nu dan? Heel belangrijk, hè? Weet je welke drie zinnen ik gebruik? Nee. Wil je ze weten? Ja. Dankjewel. Mijn
naam is Winston Scholsberg. Ik ben een public speaking architect. Ik neem jouw ideeën en ik maak daar een mooi verhaal van. En dan kan ik je trainen om dit verhaal met zekerheid te vertellen. Wie is geïnteresseerd? Goh, ik lig helemaal daar. Weet je, dit is voor mij, ik geniet zo van dit, want ik vind het zo leuk om te doen. Ik was, niet anderhalf jaar geleden, kwam ik uit Maleisië, vliegend, en ik doe ook werk internationaal. En ik had een Boeddha shirt aan met van die pailletjes en dingen, dat was heel mooi, vond ik zelf. En ik zat in het vliegtuig, en op een gegeven moment, nou, stappen uit moeten. En een groepje dames, van een of andere Rotary Club bleek later. Eén dame zag mijn shirt en zei, oh, what a beautiful shirt. Where did you buy it? Oh, in Cambodia. Cambodia? What were you doing in Cambodia? My moment. I'm a public speaking architect. Stilte in het vliegtuig. Het is echt helemaal stil om me heen. Huh? What is that? Ik heb het zelf bedacht, namelijk. Maar dat bestond niet. Ja, meneer, kijk maar af. Huh? Bestaat niet. Ik heb het bedacht, want waarom heb ik public speaking architect bedacht. Want iedereen heeft een verhaal. Maar niet iedereen weet hoe het verhaal te vertellen. Wat doe ik dan? Ik kom bij je, of jij komt bij mij. Ik zeg, wat is je verhaal? Ga sleutelen. Wat is je foundation? Goed, stevig, bodem, cement, ja, weet je wel, cement zo. Vloer, en dan kan je etages gaan bouwen. Maar dat is toch wat een architect is, die bedenkt een plan, zorgen dat de structuur helemaal goed is. Want als je daarboven, als je structuur en je basis niet goed is, donder dat hele ding in elkaar. Vandaar dat ik nadacht van wie ben ik, wat doe ik precies? En niet alleen wat doe ik precies, hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik het zeg, dat mensen nog meer willen weten? Dus ik verkoop nooit. Je maakt ze nieuwsgierig. Ik vertel alleen maar verhalen. Ik maak ze alleen maar nieuwsgierig. Nice. And that's it. Als je mensen nieuwsgierig maakt, dan willen ze meer. En hoe meer ze willen... Daarom vraag ik jullie constant, ga ik te snel, ga ik te langzaam? Ik wil die feedback hebben van je, anders ga ik namelijk blind varen. Heb ik niks aan. Schrijf even drie zinnen op, hoe jij jezelf zou introduceren, op een interessante manier. Zodat er een trigger ontstaat van, ik wil meer weten. Ik wil meer weten. Interessant. Dat als je eerste introductie doet, dat ze zegt, oh, tell me more. Ja, iedereen heeft wat opgeschreven? Nee? Moeilijk? Interessant, hè? Ik vind het zo essentieel. Dit is, ja, dit is part of your business, zeg ik altijd. Wat vertel je? Wat geloven mensen van je? Hoe maak je die verbinding als je dat vertelt? In een conversatie. Het is maar een oefening. Ik wil je brein niet op dat stukje. Ik heb er ook even op moeten.
moeten zitten hoor, van wat ga ik zeggen, hoe ga ik... Of, ja, een vriend van mij die heeft me daarmee geholpen, Mark Kampen, is een social media playmaker. Dat klinkt erg stout. Ja, maar je gaat wel niet praten. Oh, playmaker, wat is het? En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Ik wil ook iets interessants creëren, zodat men niet... Oh ja, er zijn er 100.000 van te zeggen. Want ik vind, je bent uniek. En dat mag. Dus, wie heeft het opgeschreven? Wie heeft iets op kunnen schrijven? Okay. Wie zou het willen brengen? Weer hier. Ja. Use it or lose it. Mijn naam is Simon Abbo, ik ben 51 jaar. In het dagelijks leven ben ik gezagvoerder bij Transavia. Van 20 jaar totaal in dienst. Boeing 737 is het meest gebruikte vliegtuig in de luchtvaart. Tussen de 160 en 190 stoelen. Okay. Verbinding? Wees eerlijk, kom op! Nee. En feitelijk kan je het dan zien. Kijk maar. Weet je waarom je handen daar zijn? Ja. Waarom? Oh, of moest je iets beschermen? Gaan die handen? Nee, ook niet achter je. Gewoon daar. Grappig, hè? Transavia zei het, hoor. Ik gaf laatste training in Almere. En er zat iemand van KLM. Handen weg. En die zei... Ik heb jou nodig. Voor KLM. Kom bij ons als je training geeft. Ik zei, oh, leuk. Gewoon omdat ik een kwartiertje had verteld over wat ik deed in een presentatie. Dus het maakt verschil hoe je het brengt. Oké, dit is één. Choose. Kies dit elke keer. Dit zeg je dit. Altijd. Dus dit is B. Nou, ik ga je een klein beetje zoomen in Westrock. Iets meer zoomen in, want dit is een mooi voorbeeld daarvoor. Westrock is dit. Eén. Als je je naam uitspreekt, zeg tegen jezelf, één, je naam is mooi. Je hebt twee namen, voor- en een achternaam. Teken bepaald. Dat is één. Stap twee is, denk dat je naam je lievelingsbloem is. Je voornaam, lievelingsbloem, achternaam, lievelingsbloem. Laat de zon schijnen, laat die bloem opengaan. Als die bloem opengaat, kan je de blaadjes beter zien. Ja, toch? En dan kan je de letters ook beter zien. Als je het dan uitspreekt. Ziet het er anders uit, klinkt het anders. Vervolgens, spreek je namen uit alsof je wereldkampioen bent in het zeggen van je eigen naam. Oké, maar ik wil horen, ik wil aan je gezicht zien dat je wereldkampioen bent van het zeggen van je eigen naam. Ik geef heel veel van, je gaat niet alles onthouden, dat is niet erg. En vervolgens, als je de zinnen gaat uitspreken, dan begin je een zin en die eindig je met een punt. Punt. En dan start je de tweede zin. En die eindig je ook met een punt. En dan start je de derde zin. En die eindig je ook met een punt. Zo simpel. Herkans. Mijn naam is Simon Abbo. Ik ben 51 jaar. In het dagelijks leven ben ik vlieger op een Boeing 737, waarvan de laatste 10 jaar als gezagvoerder. De Boeing 737 is het meest gebruikte vliegtuig. Verbinding? Ja. Nou, ik krijg meer ja's, dus het is mooi, zie je, dan gaan de handen omhoog. Is dat duidelijk wat er nu gebeurt met jou? Ja. Dat je bepaalde stappen zet waardoor je beter verbindt. Je was nog een beetje aan dit aan het doen, ben je drummer? Oh, ik ben een drummer. We kunnen praten. Zo werkt het, hè? Zie dat zo? Ja, dat doen we. Maar in dit geval leidt het af als je het zegt. Okay? Dus je mag ook tegen je handen zeggen: handen, jullie zijn hier niet nodig. Ik ga het even met mijn mond in. Maar zie je dat wat je in een wat is het, in één kleine stap, een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meer verbinding hebt? Dat, zou je dat nog doorvoeren, dan kan ik ervoor zorgen. Dat is dus die public speaking architect. Dus ik ga sleutelen aan zijn verbinding met zichzelf.
sleutelen aan zijn ademhaling, sleutelen aan het brein, want hij zegt nog En dat betekent, kijk, in mijn wereld, wat dat betekent is, hij zegt ik zie dit. Dus hij is constant aan het praten. Hij is bang voor stilte. En hij vult de stilte op met geluid. En dat is Dus als hij de stilte zo deed, verbaag je zelfs, dat je even een moment had dat je niet zei. En dat is die spanning die je dan creëert. Als in dit bijvoorbeeld. Moet je me straks vertellen wat je interessanter vindt. Dit. Dus ik doe twee keer. Dus één of dit. Honger hebben naar je volgende zin. Ik geef hem een applaus. Nou, zo zie je hoe de public speaking architect aan het werk is. En elke keer word je beter. Je gaat je inmiddels je gemak voelen over datgene wat je vertelt. Het effect is duidelijk. En de boodschap is duidelijk. Mensen moeten kunnen schilderen. Als jij praat, moeten ze kunnen schilderen. En kunnen zien waar jij ze heen brengt. Ik moet helaas afsluiten. Ik had nog een uur. Dus ik zie één vraag. Ja, ja, ik zie hier steeds heen en weer wandelen. Ja. En gebaar maken. En ik vond hem heel statisch. Mm-hmm. En dan verlies ik mijn contact. Ik zie je staan. En wanneer verlies je contact? Op het moment dat ik zie dat het een verhaal is. Dus u zegt dat u verbinding verliest als iemand statisch een verhaal vertelt. Ja. Is dat waar? Of is dat niet waar? Of ligt het aan hoe de non-verbale communicatie van de persoon is? Oké, en voelt u wel verbinding op dit moment als ik met u praat? Als je naar mij richt, wel. Ja, exact. Dus het gaat uiteindelijk om hoe congruent ben je in je lijf. En je hebt u mag. Dat stoort en dat leidt af. Begrijp je waarom het zo essentieel is om dat lijf te controleren? Te weten wat dat lijf doet, waarom het dit doet, dit doet, dit doet, dit doet. Ik geef vaak dit voorbeeld. Ik heb hem lang niet gedaan, dus misschien ben ik er niet zo goed in. Als ik zo sta, schouderbreedte, iedereen kan mij zien. Ja. Hoe kom ik over? Massief? Stevig. Stevig, oké. Hoe kom ik over het zo? Wat meer onzeker, nerveus. Het verandert, hè? Het is echt duidelijk andere taal. Ik ga terug naar deze. En als ik dit doe. Hoe kom ik over? Zeg, ja, zeg maar. Beetje raar. Hè? Beetje raar? Beetje maar hoe kom ik over? Zeg, praat tegen. Zeker? Is dat ook? Eén beweging veranderen. Oh. Dus zo belangrijk is het weten hoe dat lijf werkt. Want als je onbewust, als ik onbewust zo versta, dan doe ik heel wat anders dan als ik bewust zo versta. Dit is een neutrale houding. Dit is een andere houding. Zie je? Voelt u meteen toch? Ja, exact. En dit dan? Dus alles wat ik hier doe, dat lopen, on purpose, omdat ik wil dat jullie ook rustig worden. En als ik excited word en ik doe dit, dan is dat ook on purpose. Maar om al die facetten te managen in je hoofd, moet je eerst hier zijn. Ja, totale rust. Goed. Laatste vraag van mijn kant. Ik heb nog eens deze aanbod. Ik ben niet te veel. Kan het? Ja, oké. Ja, ik heb 5 punten. Ja.
En dan ben ik hier en ik beslis hier. En nu kan ik elevaten. Kijk, ik sta niet in de lijn, dus ik zeg gewoon, let's just make this one. Maar nu leg ik het je uit, nu zie je het. Anders heb je het niet eens door. Hou vast je gedachten. Next level stap. Als ik hier ben en ik denk, ik heb Rudy gemist. Of ik heb Norman gemist. Kan ik hier eventjes, pak ik even mee. En die leuke dame erachter ken ik nog niet, haar naam weet ik nog niet. Maar ik kijk eraan, zie je, ze lacht naar me, ze vindt me leuke. Exact wat er gebeurt. En nu is het een seconde weer terug te gaan. En dan neem ik jou weer mee, nou weer mee. Da-da-da, di-di-di, ba-da-da. En dan beslis ik hier te stoppen. Dat is de walk. Links, rechts, links, rechts. Zevende stap is de move. Je hebt besloten om naar links of naar rechts te gaan. Of je beslist om naar voren te gaan. Nou, waarom is dat essentieel? Je hebt mij het zien doen. Ik heb zelfs dit gedaan. Toch? Nou, dat ziet er heel losjes uit. Ik denk erover na. Stel je voor dat ik een move ga doen. Move is eigenlijk, ik beslis om bijvoorbeeld naar links te gaan, maar ik stop hier. Dan beslis ik om naar voren te gaan. Waarom? En hoe ver kan ik gaan? Als ik kijk, dan kan ik kalibreren hoe ver kan ik. En ik kan, als ik weet hoe belangrijk non-verbale communicatie is, dan weet ik wanneer ik moet stoppen. Dat is een heel klein tekentje. Kijk daar. Daar is die. Dan weet ik, oh, she's not into you. Oké? Heel bewust. Dus als je dat voelt, dan weet je, oh ja, dat is mijn eindpunt. Dan ga ik weer terug, dan kan ik ervoor kiezen. Als je dat bewust wilt zijn voor, dat is mijn eindpunt. Dan kan ik ervoor kiezen vanuit, dit is de move nog steeds. Want wacht even, ik heb hier heel veel aandacht gegeven. Ik kwam daarin. Hoe doe ik dat? Ik ga scannen. Ik ga hier. Zeg ik hier. Hey, leuk die opmerking van jou. Alles ziet er rustig uit, omdat ik beslis elke keer waar ga ik heen. Zelfs als ik naar achter loop. Spatial awareness. Toch? Weet je wat je ruimte is? Ken je ruimte? Dus als ik nu dit doe, ik weet dat er een paal achter me is. Ja. Dus ik ga die paal ontwijken. En ik kan het doen, contact houden.
en op een gegeven moment weer gaan staan. En ik kom steeds weer terug in de stands. Het gaat allemaal zo snel dat je het niet door hebt, maar I was breaking it down for you. Zodat het een dans wordt. En gelukkig hou ik van dansen, weet je. Dus ik voel me comfortabel om hier op deze manier. En jullie hebben dat helemaal, jullie zijn betere dansers dan ik. Het punt is, als ik authentiek ben in mijn bewegingen, hier, dan heb ik een hele andere energie. Als ik authentiek ben in mijn spreken, dan is alles, bijna alles wat ik zeg is raar. Daarom lach je steeds, omdat het, ik weet al waarom ik je wil lachen. Het spanningsboog van de mens is vrij kort. Dus je breekt. Helder. Ja. Ik had een vraag. Die scan die je doet, doe je die altijd echt zo één voor één? Of neem je het ook zo en dan die? Want dan moet je wel onthouden wie je wel hebt gehad en wie niet. Zie je? Je hebt mijn antwoord gegeven. Ja, maar omdat als ik die anderen voor de groep zag staan, dan zie ik dat ze overal heen kijken. Klopt. Dat betekent dat ze nog wat training van mij nodig hebben. Kijk, die verkoop ik zo even voor je. Nee, maar dat is echt zo. Kijk, op het moment dat je de next step in de scan doet, dan krijg je dus dit. Ik had het over jou daarnet. Je bent op vlees. Zie je hoe snel hij kijkt? Zie je hoe snel hij kijkt? Omdat ik richt het. Ik heb snel niet, ik voel de energie. Dat is gericht de scan, dan kan ik daarin gaan als ik wil. Ik kan nu kiezen, ik kan naar noorden gaan. Ik kan kiezen, ik kan naar deze manier gaan, die heel de dag. Nou, maar zo. Dat kan ik dan doen. Maar ik kan ook teruggaan en zeggen. Maar voordat ik tak, tak, tak doe, moet ik eerst dit gedaan hebben. Zie dit maar als het motief van de spin met zijn spinnenweb. Tak, 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 tak. Allemaal draden lopen, toch? Jullie zijn allemaal die draden. En ik heb die verbinding. Ik kijk, ik weet. Tuk, tuk, hier beweegt er wat. Ik weet precies wat er gebeurt. En ik moet dat ook weten. Omdat ik heb een aantal situaties gehad waarin mensen zo naar me keken. 4 uur lang, hè? En ik dacht, oké. Kan zijn dat ze me niet leuk vindt. Kan zijn dat ze de informatie niet leuk vindt. Waarom stapt ze niet op? Ja, ze is volwassen. Oké, ze is geen kind. Allerlei dingen gaan door mijn hoofd. Wat redt mij dan? De scan. Want ik zie haar en ik denk, oh jee. Maar, smaal blijf. Ik weet niet wat er aan de hand is. En nu kan ik een target. Oké, laat me je uit, want ik ga. Waarom is het zo belangrijk om die scan te doen? Als laatste. Oogcontact is belangrijk. Maar stel je voor dat je je belastingcijfers moet indienen. Okay. Je hebt een papiertje gescand met allemaal nulletjes. En je scant verkeerd en je mist 2 nullen. Maakt het een verschil voor de belasting? Ja of nee? Ja. Maakt het een verschil voor jou? Stel je voor dat die 2 nullen dan de ogen zijn van degene die je mist. Dat is de reden. Je mist. Stel voor dat zij chief financial officer is. En ik mis haar. Heb ik de verbinding gemist? De kans dat ik verkoop en het verkoop niet vertel, ben ik kwijt. Dus er zijn zoveel aanvliegmomenten om te bepalen waarom je dit zo belangrijk moet maken. En dat het een tweede natuur zou moeten zijn. Je kind, je praat met je kind en je kijkt je kind niet aan. Of je kijkt op een andere manier. Of kind, stel je voor dat je mijn kind bent. Als ik zo naar je kijk, zou het best kunnen. Ja. Ja, ik ben 52 en ik schat haar 24. Ja, je ziet er jong uit. Maar stel je voor dat ze mijn kind is. En ik ben boos op haar. En ik kan die boosheid sturen. NPO. Had je niet moeten doen. Ik heb je toch gezegd dat het... Hey, je bent er ook. Shit, klik, klik, klik. Vrolijk. Zodat hij niet voelt van, ja, maar ik was het niet. Ik was het niet. Zij was het. Dames en heren, 25 februari.